De Soefi-boodschap leert te dienen. Want dat alleen kan het leven in de wereld vruchtbaar maken. Op de drempel naar het nieuwe jaar talmen we even. Met een wijze man kijken we om. Hendrikus Johannes Witteveen laat zijn licht schijnen op het voorbijgegleden jaar. Tweemaal was hij minister van Financiën en hij was voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds. We trekken ons terug op het Vermoedeneiland om te reflecteren op vergiffenis, op harmonie en op de bevrediging van de ziel. Meneer Witteveen, ik vind het heel fijn om met u samen dit jaar af te sluiten. Fijn dat u er bent. Ja. Hoe gaat het met ons? Met ons in Nederland en de wereld? Ja, nou, ik vind het ook een mooi moment voor dit gesprek. We hebben natuurlijk een heel moeilijk jaar achter de rug. Met deze financiële crisis over de hele wereld verspreid en zoveel mensen treft. Maar we moeten denk ik toch dankbaar zijn dat die neergang is afgeremd. En dat er een eind aan komt. Mm-hmm. En dat kunnen we danken aan het feit dat de regeringen eigenlijk over de hele wereld veel beter hebben gereageerd dan op de crisis van 1929, die zo'n geweldige depressie is geworden. Ik geloof dat dit net zo'n depressie was geworden als de regeringen niet zo krachtig hadden ingegrepen met extra uitgaven en ook met het ondersteunen van de banken. Want dit is in belangrijke mate een crisis van het bankwezen en het financiële wezen. En dat is extra gevaarlijk. Want de banken verzorgen het geld als het bloed van onze economie. Dus daar mogen we dan dankbaar voor zijn. En nu moeten we zien hoe het verder gaat. En dan hoop ik dat wij van deze crisis iets leren zullen. Ja, maar op de Charter of Compassion zei Wijfels dat ook de economische crisis veroorzaakt is vanwege een gebrek aan compassie. Bent u het daarmee eens? Ja, nou, het is, je kan het compassie noemen of anders. Het komt in ieder geval, denk ik, door de instelling van heel veel mensen, ook van leidende mensen in het bankwezen, die wel heel erg gericht waren alleen maar op winst maken, heel materialistisch, alle andere dingen uit het beeld verloren. Mm-hmm. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat mensen, en in het bijzonder natuurlijk leidende persoonlijkheden, dat die wat ruimer kijken, dat die een meer spirituele inslag hebben, daar iets van begrijpen, zien dat er naast die materiële wereld een andere spirituele wereld is. En van daaruit naar mensen kijken. Dus dat geeft meer compassie, maar in ieder geval ook meer begrip. Die kunnen beter werken naar harmonie. Samenwerken, houden meer rekening met de belangen van anderen bij wat ze doen. En dat is heel belangrijk, juist voor bankiers. Maar zit er in die zin een kans in tegenslag? Ja, in elke tegenslag zit ook een kans. Het leven gaat altijd op en neer. Na een opgang komt een neergang. Die ruim dingen op, leer dingen die daar scheef zijn gegaan en dan komt weer het herstel. Dat zit er altijd wel in, maar je moet die kans die zich voordoet dan ook grijpen natuurlijk. Ja. En dat moeten we nu hopen of dat het komende jaar gaat gebeuren. En hoe ziet dat persoonlijk voor uw eigen leven als het gaat over lijden? U heeft uw vrouw 3 jaar geleden verloren. Ja. Hoe gaat u daarmee om met het lijden? Het was zeker een groot verlies. Maar ook daar, dat was natuurlijk op haar leeftijd ook heel natuurlijk. En ik denk dat ze daar gelukkig mee was. En nu, u woont alleen, kunt u het goed met uzelf vinden? Heel goed. Ja? Heel goed, ja. Heel goed. Ja, ik mis haar natuurlijk wel soms. Maar mijn Soefi-werk is wel heel belangrijk. Omdat het mij zoveel bijzondere contacten met anderen geeft. Ik heb veel Soefi-leerlingen. Dat zijn natuurlijk heel diepgaande contacten. Ja. Dus ik vereenzaam niet. Voor velen zal, denk ik, die Soefi-schat nog verborgen zijn. Kunt u ons uitleggen wat die schat is? Een verborgen schat, ja, dat is wel een mooie aanduiding. Waar het in dat Soefisme om gaat, is dat we allemaal een innerlijke schat in ons hebben. Mm-hmm. Een innerlijk licht dat eigenlijk komt uit die ene onzichtbare geest in de hele schepping, als een straal van de zon, dat is
ons ware wezen. Want ieder mens heeft dat in zich. Maar het is meestal verborgen, omdat ons bewustzijn helemaal gericht is op die ongelooflijk fascinerende buitenwereld waar zoveel gebeurt, zoveel interessante dingen die we willen leren kennen, waar we meer van weten willen, waar we ook in handelen moeten. Er gebeurt van alles, we verlangen van alles, we vrezen van alles. Dus een hele wereld daarbuiten waar we mee verbonden zijn en waar we ons afhankelijk van voelen en waar we steeds mee bezig zijn. En als je daarmee bezig bent, dan ligt dat als een soort sluier over je bewustzijn heen. En dan kun je niet, kun je die schat niet zien, dat innerlijke licht, dat komt daar niet doorheen. En dat is dus waar het eigenlijk ook in het soefisme om gaat. Het betekent ook zuivering, zuiverheid, die sluiers weg te doen. En hoe doe je dat? En dan moet je leren om je ook van tijd tot tijd van die buitenwereld af te wenden en naar binnen te kijken. Daarbinnen, daar word je bewust van dat licht en dus van je verbondenheid met het ene licht van de schepping. Licht dat als je het op mensen richt ook liefde is. Mm-hmm. En bovendien de levenskracht die we in ons hebben. Dat is ook een wonderlijk iets, hè? Dat prachtige lichaam, prachtig orgaan. Daar zit die levenskracht in, die wil leven. Hè? En dat is ook, komt ook uit die goddelijke bron. Want die geest is ook de schepper van het heelal. Dat hebben wij ook iets van in ons. Bent u en ik dan een instrument voor het licht? Waarmee het vormgegeven kan worden? Ja, zeker. We zijn allemaal, hebben de mogelijkheid om met dat licht in dit leven te werken. Dat gebruiken voor wat we willen scheppen. Want vroeg of laat hebben we een bepaald ideaal dat we in ons leven willen bereiken. Ieder mens wil iets bereiken. En dan moet je goed kijken wat dat is. Mm-hmm. Dat dat echt iets waar je diep naar verlangt. En wat niet ten nadele van anderen is, want anders slaat dat op jezelf terug. Dan is dat heel goed als je daar alle aandacht aan geeft. Ja. En daar is ook dat licht voor nodig. Want steeds, het leven is ingewikkeld, daar komen schaduwen. Je moet dat doorheen zien, je moet begrijpen waar het om gaat. Met dat licht kun je dus werken. En kunt u mij vertellen wat voor u dat verlangen was en is? Ah, ja. Nou, je krijgt in je leven opeenvolgende idealen. Ik heb aanvankelijk het doel gehad om een goed econoom te worden. Ja. Ik heb dat gestudeerd, ik heb dat gedoseerd later. Ik ben het gaan studeren omdat ik hoopte daarmee ook iets te kunnen bijdragen aan het economisch leven. Mm-hmm. Want ik was in mijn jeugd, in die crisis van die 30e jaren, erg getroffen door die crisis en door die werkloosheid en de druk die op de mensen kwam. Dus ik heb gedacht, ja, ik aarzelde tussen economie en chemie, want dat was ook erg interessant. Oh ja. Maar ik dacht, nee, ik neem die economie, want het lijkt me zo belangrijk om te zien wat er nou in die economie misgaat, waardoor zoiets gebeurt. Waar we allemaal in meegenomen worden, mm-hmm, en waar we toen eigenlijk niemand goed wist wat er aan gedaan moest worden. Dus daarom heb ik het gedaan. Daar heb ik dus in mijn studie mee bezig gehouden. Leren was dat ook mijn opdracht. Maar op een gegeven moment ben ik nu van daaruit ook standpunten gaan innemen, voordrachten over economische politiek. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om in de VVD daarover te spreken. En voor ik het wist, zat ik in de Eerste Kamer. Ja. Dus toen kwam het volgende doel. Ja. Kan ik nu echt uit die kennis die ik verworven heb iets bijdragen om het in ons land beter te laten lopen? En dat heb ik als minister van Financiën ook geprobeerd. Mm-hmm. Ik heb gezien dat de mogelijkheden veel beperkter zijn dan je denkt. Mm-hmm. Maar dat is mijn doel geweest. Mm-hmm. En zo ging het voort, ook in het IMF. Zag ik, ja, dit is natuurlijk het helemaal. Want Nederland, klein onderdeel, erg afhankelijk van die wereldeconomie. Hier bekijk je die hele wereldeconomie. Al die landen, hoe het in elkaar grijpt. Dat hele complexe spel. En wat op een gegeven moment het Internationale Monetaire Fonds
met zijn kredieten en financieringen dat ten goede kan doen. Dat was natuurlijk voor mij de mooiste taak die er was. Ja. En daarna heb ik gezegd, nu moet het soefisme mee eens zijn. Eerste waar ik naar werk. Ik wil geen fulltime baan meer. Is uw speltje ook soefistisch? Ja, dat speltje, dat is het soefi-symbool. En dat is, ik hoop dat men dat een beetje kan zien, dat is dus een hart met een vijfpuntige ster erin, een reizende maan en twee vleugels. Het idee daarvan is dat die ster, dat is het goddelijk licht, dat schijnt in je hart, dat is die verborgen schat. Die reizende maan verbeeldt het idee dat dat licht steeds meer weerspiegeld wordt. Die maan weerspiegelt het licht van de zon steeds een beetje meer als die reizend is. Mm-hmm. Dat is wat de Soefi hoopt, dat dat licht steeds meer in zijn hart weerspiegelt. Mooi. Want als dat gebeurt, dan krijg je twee vleugels van onafhankelijkheid en onverschilligheid. En daardoor kun je boven die dichte aardse wereld verheffen. Ja. En meer leven in de lichte en hemelse sfeer. Dus onverschillig als onthecht. Ja, zeker. En het idee van onthecht, dat je niet meer zo vasthoudt aan de dingen. En maar nog even tussendoor. Heeft de Soefi-beweging direct te maken met de mystieke kant van de islam? Die Soefi? Die soort mystieke wijsheid van het soefisme is veel ouder dan de islam. Ja. Die komt voort uit de Egyptische wijsheid duizenden jaren voor Christus. En die mysteriescholen, waar kleine kringen van zoekers samenkwamen met een heel wijze leraar om tot die wijsheid te komen. Vandaar is het naar het Midden-Oosten gegaan. Maar vanuit de islamitische soefies is er weer een beweging naar India gekomen. En daar is begin van de vorige eeuw, Hazaldin Adgaan, die in die Soefi-ordes was ingewijd, met name de Chistia-orde, die ook veel muziek gebruikt. Ja. En heeft toen zijn geestelijk leraar, die hem buitengewoon vereerde, dan zijn einde voelde naderen, heeft hem gezegd, jij moet nu naar het westen gaan en daar met je muziek een boodschap van soefisme te brengen, om die werelden van oost en west te harmoniseren. Ja. En zo is dat universele soefisme, zo noem ik het dus altijd, om het onderscheid duidelijk te maken, hoewel er natuurlijk heel veel overeenkomst is in de beleving die wordt gezocht, is het toch natuurlijk een groot verschil dat die laat gaan dus universeel heeft gemaakt, want dat is zo'n belangrijk idee in deze tijd. Hij zegt namelijk, die wijsheid, dat zoeken van het goddelijke, dat vind je in alle religies. Ja. Dus de essentie van alle religies, dat moeten mensen gaan begrijpen. Die religie moet elkaar dus niet meer bestrijden, ja, maar die moeten elkaar begrijpen. En ja, daar moet harmonie ontstaan. Ja. Maar wat ik zo interessant aan u vind, hè, want u zegt die Inyat Khan, waar u een tekst ook van mee heeft gebracht, die wilde het Westen en het Oosten verbinden, harmonie. Maar u bent eigenlijk zelf de vleesgeworden voorbeeld daarvan. Want u komt dus uit een Soefi-gezin. Dus u bent ermee opgegroeid. Ja, tegelijkertijd had u een enorme drang naar buiten, hè, in de maatschappij. Ja. Dus die balans tussen wat u net aan het begin zei, van we hangen zo naar buiten, maar we moeten ook naar binnen. Heeft u dat uw hele leven in harmonie kunnen volbrengen? Nou, dat is steeds mijn ideaal geweest. En dat is ook het idee juist in dat universele soefisme, dat we moeten proberen om eerst evenwicht en later eenheid te bereiken tussen die innerlijke en uiterlijke wereld. Ja. Nou, het gaan zeggen, ja, we leven allemaal in die uiterlijke wereld, maar we hebben eigenlijk geen volledig leven als we ook die innerlijke leven, dat innerlijke leven niet leren kennen. Aan de andere kant zegt hij, als je helemaal uit dat leven terugtrekt en alleen als ascetisch in die innerlijke wereld van meditatie leeft, ja, dan volg je niet helemaal de bedoeling waarom je hier gekomen bent. Want je bent hier toch gekomen om die wereld te ervaren en daar iets te scheppen.